Dela is een organisatie die in 1937 is opgericht met als hoofddoelstelling om iedereen een waardige uitvaart te kunnen garanderen. De uitdagingen waar we voor stonden was om vast te leggen hoe we het programma klantgerichte werken vorm gingen geven. Dus daar hebben we een transformatieplan voor opgesteld van wat zijn de verbeterpunten en hoe realiseren we dat. De rol die beoogde voor MAVIM in die transformatie was voor de vastlegging van de transformatie zelf en de modellen waar langs wij gingen werken, zodat iedereen op alle momenten kon zien wat we beogen, wat de huidige situatie is, hoe we de verandering moeten beschrijven en specificeren. En dat er niet verstopt was in de organisatie of in de hoofden van een enkeling. Dus het is eigenlijk het organiseren van de communicatie rondom de verandering op een transparante, open en betrouwbaardere manier. De transformatie die wij destijds gehad hebben en de twee nieuwe transformaties op die twee klantreizen voor verzekeren en uitvaartverzorging brengen een nieuwe complexiteit met zich mee. Want wat in de loop der jaren veranderd is, is de druk op ons vanuit regelgeving. Het aantoonbaar op orde hebben van hygiënefactoren geeft een extra last in deze transformaties. Dat betekent dat we de laatste jaren gewerkt hebben aan een raamwerk voor integrale risicobeheersing, wat behoorlijk omvangrijk is, iets van 130 controles, waar je continu inzicht in wil hebben in hoe we ervoor staan. Inmiddels hebben we daar een raamwerk wat gebruikt kan worden in onze dagelijkse activiteiten om te weten waar we staan. Die cost of compliance gaat ermee in mijn ogen radicaal naar beneden, omdat we toch nu rapporteren richting, nou, als ik het optel bij elkaar, heb ik zo'n ongeveer 7 rapportagelijnen van partijen die allemaal willen weten hoe IT het doet. Waar we nu individuele rapportages voor maken. Een mooi beeld is natuurlijk dat je de link opstuurt en mensen laat beoordelen wat ze dan zien in dat integrale risicoraamwerk wat wij dan kunnen tonen nu. Daarmee bereiken we dus een reductie van de cost of compliance. Waar we MAVIM ook voor inzetten is change. Dat is eigenlijk mee begonnen. Dat is ook het belangrijkste nog steeds voor mij, omdat daar verreweg de meeste kosten in zitten. Door het formalisme in het specificeren en door het ook in een proces geduwd worden voor hoe we dat doen, ben ik ervan overtuigd dat ook onze changekosten daarmee omlaag gaan. Het mooie is dat in de combinatie van dat risicoraamwerk en het specificeren voor die transformaties, dat die elkaar versterken. Want uiteindelijk levert dat gewoon betere kwaliteit in die transformaties. En dat leidt dan weer tot minder kosten.